Oh shit, oh nee! Waar denkt een topsporter aan als hij vooruit denkt? Paralympisch roeier Corné heeft twee doelen. Nu goud in zijn aangepaste boot, straks andere sporters coachen. Aegon, hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, helpt om deze dromen te verwezenlijken. Samen met voormalig kickbokser en huidig trainer Remy Bonjasky. In Samen Vooruit praten zij over het leven en hoe de toekomst anders kan lopen. Zal Corné zijn ervaringen als topsporter straks over kunnen brengen? Hey! Hey! Ik heb nog nooit geroeid en ik vind het nu al spannend. Terwijl we nog steeds op het droge staan. Ja, dat wordt al leuk vandaag, ja. Dit is mijn boot. Ja. Ik roei dus in een Paralympische bootklasse. Ja. Roei ik. Wat is jouw beperking? Ik heb een tekort linkerbovenbeen. Oh, oké. We beginnen in Corné zijn wereld. Dus stappen de heren allebei in hun eigen boot. Wat is jouw doel als roeier? Mijn doel als roeier is om over een aantal maanden op de Paralympische Spelen in Tokio goud te winnen. In het water leggen? Ja, top. Hoeveel setjes droge kleren heb je mee? Help! Het mooiste van roeien is eigenlijk, je gaat zo hard mogelijk door zo min mogelijk in te spannen. Hey, waarom maakt deze spelen nou, waarom maakt het nou zo speciaal? Het is wellicht misschien ook wel mijn laatste spelen. En dat zou ook heel goed kunnen. Ik weet dat mijn roeipartner die stopt na deze spelen. Het zou vooral heel jammer zijn dat, en als ik zou moeten stoppen, dat zou heel vervelend zijn. Maar ook als daardoor dit para-roeien, gewoon dat er geen volgende Nederlandse ploeg zou zijn die dit succes kan voortzetten. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Ik zie mezelf over 10 jaar toch wel als iemand die in ieder geval nog betrokken is. Binnen de sport hopelijk ondersteunend is aan sporters die het maximale uit zichzelf willen halen. In de afgelopen jaren heb ik kortere opleidingen gedaan, gewoon richting training, coaching. Ah! Wacht maar, we nu aan de kant staan. Oh shit, oh nee! Nee. Lekker dan. Op naar de wereld van Remy. Hier blijft hem een nat pak waarschijnlijk bespaard. Remy heeft zijn eigen gym waar hij talenten opleidt tot professionele kickboxers. Kan Corné na zijn carrière ook sporters tot grote hoogte helpen stijgen? Ik ga de ene coachen, jij gaat de andere coachen. En dan gaan we zien hoe het werkt. En dan gaan we ga ik een beetje mee spelen om te kijken wat jouw plussen en wat jouw minnen zijn. Gaat het lukken? Ja, zeker. Nou. Wat is jouw grootste succes? Je hebt 3 WK-titels. Ik ga terug naar mijn eerste wedstrijd. Mijn allereerste wedstrijd die ik had, dat is voor mij mijn grootste succes. Je moet die eerste stap maken, de ring in. Ik was niet altijd de stoerste in de klas. Hè. Ik kwam vanuit Suriname naar Nederland. Hè, flink veel gepest. Maar om dat moment dan te overwinnen, ja, het klinkt misschien heel gek, maar daarvoor geef ik mezelf echt wel een schouderklop. Kijk, het enige wat je eigenlijk wel tegen Lucas hoeft te vertellen, is dat hij gewoon goed zijn best moet doen. Hij weet wat hij moet doen. Ja? Mm-hmm. Blijf hem wel motiveren. Oké, dit is mooi. Ja. Oh, vlot erop, heel goed. Top. Hoppakee. Ja, dit is mooi. Kijk, je hebt er wel. Dit is mooi. Laat ze zo komen, precies. Corné is goed aan het coachen. Hij is heel goed aan het coachen. Hij blijft goed doorgaan. Dat doet hij wel leuk. Ik vind het wel echt oprecht heel knap dat je zo kan blijven incasseren en kan blijven doorgaan. Corné, hoe ging het coachen? Nou, ik vond het eigenlijk best goed. Ja, heren. Heren, heel goed gedaan. Je hebt ook goed je best gedaan. Maar ja, we komen nu aan het einde, hè? Ja. En volgens mij, voordat we de mat op kwamen, had je wat groter worden. Ja. Dus we gaan nog even de ring in. Dus als jij deze hand van de onder doet. Kom maar, midden van de ring, geven we elkaar een box. En dan gaan we starten, kom maar. Waar ben je bang voor? Ja, ik word altijd best wel zenuwachtig. Bang, zenuwachtig van een soort van onverwachte momenten, dingen waarbij ik eigenlijk een soort van deels de controle uit handen moet geven. Ja, dit zijn dingen die enorm ook voor mij buiten de comfortzone liggen. Maar juist zijn dat ook dus de momenten dat op het moment als dat lukt en als dat slaagt, dat je dus ook het gelukkigst
bent. Het mooie is eigenlijk is dat angst en geluk staat vaak wel redelijk in relatie met elkaar. Nou, was even lekker, toch? Zeker, ja. Zo, nou, goed gedaan, man. Ja, toch een halve ronde volgehouden.